21 februari is de Internationale Dag van de Moedertaal. Uitgerekend toen kopte het NRC dat streektalen dreigen weg te kwijnen. En dat laten wij natuurlijk niet gebeuren. Ik vroeg twee bekenden, een uitgever en een muzikant, die elke dag gewoon hun eigen taal spreken, om met woorden te komen om aan elkaar voor te leggen. Eenmaal in de smidsen, met een biertje en een stukje kaas, liep alles totaal anders. Het werd mooier. Het werd gewoon een goed gesprek. Ik heb ook geen idee wat ik dat belangrijk heb. Ik kan heel begrijpen. Ik knik hem langs. Ja, ja. Nee, maar weet wat het is? Goed contact is gewoon af en toe knikken in elkaar, af en aan geluk hebben. Ja. Het is het mooie van, bij ons zegt ze ook, je hoeft niet te vragen, en hoe gaat het met je? Of hoe heet het met, kun je vragen, maar ja. Bij ons is er, nou, is dat genoeg. Ja, of zo, zo. Ja, maar dat is nog niet, zo is meer van mooi, maar nou is ook nog van goed passen. Oh ja. Helmoe heeft een heel mooi stukje geschreven over mooi. Mooi zeg je, mooi is, ja dat klinkt een beetje klef, maar dat is een beetje van... Hoi is afstandelijk en mooi is dichterbij. Ja, Gronings mooi. Mooi, mooi. Ja, je kunt ook gewoon mooi om nustig om hier te zeggen. Ja, mooi! Ja, zo. Ja, dan betekent het meer van wat mooi, wat mooi. Oh, wat hij. Dat kan ook nog. Ik zal de volgende keer een beetje zonneigens kleren laten trekken. Je ziet het ook een beetje dagelijks uit, vind je? Wat dan? Ik televisie, heb maar mooi. Godverdomme, wat ben je op dag, man? In een dure trui. Ik dacht ook dat er een grimeuze bij zal weer. Ja, ik ook op had. Daar ben toch al die vrouw manier. Durf hem zeggen ook grimeuze. Of is het een keelswoord voor grimeuze? Oh nee, grimeuze wenkbrauw bij die bussel. Nee, dat doe ik ook nooit. Maar dat heeft ook een voordeel als je wenkbrauw hebt. Maar kun je ook vaker niet. Je kunt bij mij moeilijk bellen van nou. Zullen helpen, we helpen? Nee! Oh, maar je kunt wel lachen. Ik drie doe zo in de nek. Wat je kies. Nou, dat gooi ik me.